jullie hopelijk heel erg op aansluiten. Dat weten we nog niet. Dat weten jullie nog niet. Ik wel. Waar het neerkomt nu in dit verhaal is dat ik wil laten zien van hoe gaat dat nou dan in de praktijk? Hoe kun je nou die dingen, wat Robert over had, waar Ingmar over had, hoe kun je dat nou in de praktijk toepassen? Hoe gebruik het een manier, gebruik het ander? Ik zal even wat context schetsen en dan ook een aantal werkelijke praktijkvoorbeelden laten zien wat je zo kunt doen. Want voor deel is het misschien ook wel van spelen, het is ook leuk om ermee om te gaan. En vooral creatief te zijn in het bedenken van oplossingen. Er staan wel een aantal voorbeelden. Eens om te beginnen dit plaatje. Dit is eigenlijk de klassieke manier waarop we vaak tegen scanningprojecten of andersoortige projecten aankijken. Dat is heel erg denken vanuit, ik heb een scansysteem, kom ik zo terug en ik krijg scans en die ga ik controleren. Dat is het einde van het verhaal. Ik concentreer me als instelling hierop. Maar misschien is dat toch wel een beetje wat simplistisch gedacht en kan het ook anders. Want op het moment dat je een fout constateert, dan zegt het eigenlijk altijd iets over hier. Hier zit de fout, waardoor ik ze daar. Altijd een geluiden aan de oorzaak in dat systeem. Nou, als we nou eens inzoomen op dat systeem, dan zien we het volgende. Bij zijn leverancier is het een heel complex geheel van een aantal blokjes. Het is dus niet alleen een scan. Nee, het gaat om logistiek, het gaat om scannen, dataverwerking, levering van je scans. Er zit een technische infrastructuur, daar is projectmanagement. En het zijn allemaal onderdelen die de eindkwaliteit van het product bepalen. Dus het is misschien wel slim om ook eens hier naar te kijken. Naar zo'n scansysteem of zo'n scanomgeving. Want, hetzelfde plaatje als daarnet, het gaat hier om kwaliteitswaarborging. En het is heel simpel. Als dit in orde is, die kwaliteitswaarborging, dan zal die kwaliteit van het eindproduct stabiel worden. In ieder geval stabieler. En dan hoef je hier misschien minder naar te kijken. Dit is misschien wel slim om vooral ook dit te gaan doen als instelling. Dit is wat wij op het Stadsarchief Amsterdam zeker het laatste jaar heel erg op hebben gefocust. We gaan niet alleen maar hier, we gaan niet alleen maar dit beoordelen. Nee, we nemen het integraal. We kijken naar het systeem en we kijken naar het eindproduct. We zijn echt heel erg belangrijk. En hoe zit nou die kwaliteitswaarborging nou? Wat doe je daar? Nou, even maar te beginnen met een waarschuwing. Het kon niet hard genoeg. Brengt hem in, want dit is denk ik wel een hele belangrijke. Dus op het moment, als je bijvoorbeeld ook een offerte aanvraagt voor een scanproject, ga je nou niet blind staren op die prijs van die scans. Want dat zegt eigenlijk helemaal niks. Het is echt waar. Als je alleen maar uitgaat van die scanprijs, dan gaat dat echt oud doen aan de portemonnee. Want je zult waarschijnlijk dan wel wat meer moeten gaan controleren zelf. Je gaat meer fouten constateren. Moet je wel over communiceren. Ga je e-mailen, ga je bellen. Komt weer feedback terug. Je gaat die stukken weer terugsturen naar de leverancier. Die scans komen met die stukken weer terug. Die ga je weer opnieuw controleren. Nou, dan kun je er beter bij voorbaat al van uit zijn gegaan dat je hier aandacht aan hebt geschonken. En die combinatie van kwaliteitswaarborging en het eindproduct. Nou, wanneer moet je dat nou doen? Nou, eigenlijk wel heel simpel. Op het moment dat je een offerte aanvraagt. Vraag ook, stel vragen over die kwaliteitswaarborging. Hoe is dat nou geregeld? Dat kan met hele simpele vragen. Je kunt vragen van, als jullie nou een scan maken, ken je daar een bestandsnaam aan toe? Het is wel een verschil of dat met de hand gebeurt of met een barcode waar je een van het systeem aan vast zit. Het zijn van die hele simpele vragen die je kunt stellen die je heel veel inzicht geven en hoe bepaalde zaken zijn geregeld en georganiseerd. Doe dat in combinatie met de bezoek en de werkvloer. En zo krijg je heel snel en op een hele goede manier een beeld van hoe zo'n proces in elkaar steekt. Hoe zo'n systeem in elkaar steekt. Wat de kwaliteit is van die waarborging. En dat geeft je dus vertrouwen. En dan kun je dus ook dat vertrouwen gebruiken om je controles terug te brengen. Want los van dat je eisen moet stellen en dat je heel kritisch moet zijn. Ik denk dat dit een hele belangrijke is. Maak een mooie combinatie van het stellen van goede eisen. En ook op al die onderdelen stel eisen, maar ga vooral ook voor samenwerking. Want alleen dat levert je een lage prijs op, zowel voor jezelf als voor de leverancier. Dus die combinatie is erg belangrijk. Denk samen na over hoe je die bestandsnamen toekent. Denk samen na over, je hebt een vervangingsproject, ik kom straks terug met een voorbeeld. Van ik ga 1 miljoen persoonskaarten scannen en het moet wel volledig zijn. En hoe ga je nou die volledigheid garanderen? Doe dat samen met de leverancier. Er zit geen schutting tussen.
Dus het moet niet zo zijn dat je de dozen naar de leverancier stuurt en je krijgt de dozen terug met scans en dan gaan we controleren. Nee, zie je, het is één integraal proces. Nou, los van dat kijken naar die kwaliteitswaarborging en daar veel serieuze aandacht aan besteden, heb je natuurlijk evengoed dat je je eindproduct moet gaan controleren. Je moet iets over die scans zeggen. Nou, volgens mij zijn er heel simpel gesteld, dus we hebben net al een paar dingen laten zien en over gehad. We hebben technische parameters, is de resolutie in orde, klopt het bestandsformaat. Wat is de kwaliteit van de reproductie, kleur, detail, en is het volledig? Derde ook niet te onderschatten. Nou, heel erg belangrijk daarbij is, ga ook dit zien als een integraal iets. Ga niet wachten met controles tot dat project helemaal klaar is. Nee, bemoei je met een productieproces, zeg wanneer een batch is goedgekeurd bij de leverancier, start met controleren. Want dan kun je hem snel op een goed moment ook weer bijsturen. Dus wacht niet op afronding van een traject. Maak die controle integraal onderdeel van het scanproces of project. En maak erover goede afspraken. Wanneer je dat doet, hoe krijg je het aangeleverd, enzovoort. Nou, als we even inzoomen op die technische parameters, hebben we natuurlijk net ook al een paar keer gehoord. Ja, dit zijn dan dingen die kun je geautomatiseerd. Dat kun je dus 100% doen. Maar dan heb je wel twee opties. Ga je dat zelf doen? Of ga ik dat nog een beetje breder maken? Dat kijken naar die kwaliteitswaarborging. En ga ik gewoon zeggen, dit gaat mijn leverancier gewoon doen voor me. Want, dat is natuurlijk het zelf doen. Standig misschien wel. Maar ja, dan moet je wel, als je validatie wil doen, moet je Jove kunnen installeren. En aan de praat krijgen. Is het iemand die dat heeft geprobeerd? Dat is toch best wel wat werk. Je moet een beetje Java kennen en dat moet je helemaal zelf gaan zitten configureren. Dat moet je onderdeel maken van je proces. En misschien wil je dat wel helemaal niet. Je moet een beetje SQL kennen. Dit is een fragment uit een script wat controleert of je bestandsnamen voldoen aan de norm die je hebt gesteld. Het zijn het 16 karakters, allemaal dat volgt het op, allemaal bla bla bla. Nou, dat kun je zelf doen. Maar misschien kun je ook dit gaan doen. En ik denk zelf dat dit eigenlijk uiteindelijk verstandiger is. Goede afspraken met die leverancier, dat in die kwaliteitswaarborging, daar zit gewoon een validatie in. En daar zit gewoon een check-in op die bestandsnamen. En laat zien hoe dat dan gaat. Laat zien hoe dat gaat en rapporteer dat. Dus we krijgen een blokje bij. We gaan niet alleen maar hier, we gaan hier naar kijken, naar het eindproduct en we gaan rapportages krijgen. En denk, dan heb je een heel mooi pakket waarmee je toch heel veel grip houdt op de uitvoering van zo'n project en de kwaliteit, maar zelf niet een hele technische controleomgeving bijvoorbeeld doet in te richten. Nou, dit is natuurlijk ook een leuke, al net een paar keer over gehad. Als je detail en kleur gaat controleren. Ook hier heb je eigenlijk twee opties. We hebben het net al gehad, maar eigenlijk gaat het altijd over referentie originelen. Je kunt om die reproductie te controleren twee dingen gebruiken. Technisch gestandardiseerde originelen. En een representatief document uit de bron. Als je A doet, dan is dat heel erg objectief. Dat kun je automatiseren. Maar ook weer, je moet dan wel technische kennis hebben. Je moet wel eens iets snappen van die images. Je moet iets snappen van die automatisering. En B kan ook. Maar dan is het subjectief. Maar tegelijkertijd is het heel snel te implementeren. Geen technische kennis te hebben. Het gaat heel snel. Nou. Dit is wat Robert ook wel liet zien. Kijk, dit is als je kiest voor het werken met targets. Ja, dan moet je dit dus wel allemaal begrijpen. Dan moet je iets van weten. Dan moet je de metamorfose-richtlijnen van buiten kennen. Ja, misschien wil je dat, moet je dat doen. Misschien is dat voor een project belangrijk. Maar voor een ander project, is dat voorbeeld wat Robert ook al liet zien. Kun je misschien zeggen, nou, ja, ik vind die targets, ik doe een referentie origineel, niet laat ik steeds scannen voorafgaand van het scannen van een doosje. En dat geeft mij ook genoeg inzicht. Dus dan kun je wel spelen bij elk project. En weer die afweging maken. Wat is de doelstelling van mijn project? Nou, is het alleen maar een simpele raadpleging? Of is het een vervangingsproject? En daar stem je je methodiek op af. Nou, dit is nog zo'n voorbeeld. Zelfs de Beamer is er te zien. Hier is een beetje hybride. Want er is wel gebruik gemaakt van zo'n gestandardiseerde kaart. Maar dat is niet met zoveel geweten. Maar je kunt wel zien dat er een afwijking is. Nou, het zijn eigenlijk hele simpele methodes. Je hoeft je niet bang te laten maken door hele technische dingen. Toch is het effectief. Dus kortom, er is best een spectrum aan mogelijkheden wat je hebt om op een goede en gerichte manier die kwaliteit vast te stellen. Nou, frequentie. Natuurlijk, het Ingmar net uitgebreid over gehad. Ook hiervan, ga uit van wat de doelstelling van je project is en hou het in ieder geval wel realistisch.
Dit is iets wat we vroeger ook nog wel eens wat zagen. En denk, ja, zo moet je dat dus niet doen. Dit is totaal onnodig. Dit zijn die duivenspinda's. We zetten overal een stempeltje op. Dan weet je in ieder geval zeker dat het allemaal gecontroleerd is. En wie gaat het dat doen? En ga je dit opslaan? Nou, dit mag je mee opslaan. Opslagkosten. Als je het gaat printen, print je het mee. Dat willen we natuurlijk niet. Kies voor zoiets. Doe het in het begin en het einde. En gebruik zo'n index daar bijvoorbeeld bij. En bepaal dan ook wat je interval is. Misschien moet je dit één keer per dag doen. Eén keer per eenheid. Eén keer per week. In feite kun je zelfs zeggen dat je het maar twee keer hoeft te doen. Begin van het project en eind van het project. Zijn ze alle twee goed? Is alles goed? Wijk je ze af? Ja, dat is alles fout. Bij het bepalen van zo'n ja. Dus maar wat je af wil spreken. Maar wat ik wil zeggen is, denk daar goed over na, over die intervallen. En maak daar afspraken over. Maar dit is echt niet nodig. Nou, dat is dus dat is natuurlijk de consequentie als je... Als die oké is en die is fout, dan zeg je, nou, dan zijn deze scans fout, dan doe je die eenheid opnieuw. Dus bij zo'n project maak dan afspraken met de leverancier over wat je daarin wil. Wat je acceptabel vindt. Volledigheid. Ook een leuke, en denk ik een hele erg belangrijke en een zwaar onderschatten. Je kunt beter op 10 scans een paar woorden niet kunnen lezen dan wat één scan ontbreekt. Want dan heb je heel wat meer informatie verliezen eigenlijk. Nou, ook daar heb je een aantal methodes om dat... Ja, om dat vast te stellen, om dat te controleren. Je kunt bijvoorbeeld een 1-op-1 controle houden. Je kunt scandummies gebruiken. Dat is het origineel wat je al een keer hebt geselecteerd. Je weet precies hoeveel scans eruit komen. Misschien heb je wel genummerde originele. Nou, dat is ook handig, want daar kun je heel snel volledigheid controleren. Laat ik zo zien met een voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld dubbel scan. Daar kom ik zo op terug. Ik gebruik hier bijvoorbeeld die index, waar ik maar het net over had. En ben hierin gewoon ook weer creatief. Het is niet een standaard, je hebt geen standaard recept waarin je wat je uit de kast trekt en doe voor alle projecten. En ik kijk bij elk project wat relevant is en hoe je het beste mee om kan gaan. Nou, als je een 1-op-1 controle gaat doen om volledigheid te controleren, dat is natuurlijk meest volledig. Maar dat kun je natuurlijk niet zelf gaan doen. Als je het wil en als je het doet, laat dat dan ook door de leverancier doen. Wil je toch zelf wat meer weten over die volledigheid. Wil je wel zelf kunnen controleren? Natuurlijk wil je dat. Dan krijg je eigenlijk weer dat spel van, ja, maar hoe ga ik dat nou doen? Nou, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld waarin, dit is een fictief voorbeeld, maar daar kun je dus zo'n quality index heel mooi bij gebruiken. Is dat quality index? Nee, quality index. Ja. De eerste week dat je met een project begint, scan je 10%, 5%, en zo bouw je het af, en dan heb je weer hetzelfde verhaal. Dat vertrouwen, gaat het goed na 5 weken, 6 weken? Ja, op een gegeven moment kun je misschien wel stoppen met die 1-op-1 controle. En doe het maar 1 keer per half jaar of 1 keer per maand. Maar het is helemaal niet gezegd dat je elke week weer opnieuw die hele uitgebreide steekproef moet gaan doen. Dus ook hier kun je, ga verstandig om met je steekproef en hoe je en wanneer je controleert. Nou, genummerde originele is wel leuk. Dit is iets wat wij zelf in de praktijk gebruiken. Want wij controleren eigenlijk helemaal nooit op steekproef 1-op-1. Maar bijvoorbeeld bij het scannen op verzoek, dan zit elke week zit er wel een band bij wat genummerd is. Een register achter iets. Nou, dat is mooi, want die kun je heel snel op volledigheid controleren. Je hebt bijvoorbeeld een origineel, dan heb je 398 genummerde pagina's en het nummer begint bij 3. En er is van foliering gekozen. Nou, dat is heel simpel. Als je scan 400 bekijkt, moet dat pagina 398 zijn. Dat bekijk je en dat komt dan bijvoorbeeld niet. Nou, dan is het heel simpel terugkijken. Dat je op het moment bent dat die verspringing is. En dit is weer een methode, als je een project hebt waar dit soort originele in zitten, dan kun je dus op een hele snelle manier die volledigheid controleren. Dan kun je creatief omgaan met je materiaal en je doelstelling. En dit is natuurlijk de meest ultieme, en het klinkt een beetje raar, maar die is bijvoorbeeld bij kaartsysteemtjes heel goed bruikbaar. Dit is een project wat wij een paar jaar geleden hebben gedaan bij Stadsarchief Amsterdam, waarin 1 miljoen van dit soort kaartjes moesten worden gescand. En dan ging het dus in principe wel om vervanging. Ja, dat is natuurlijk, dat is een doelstelling waarbij je kunt zeggen, ja, maar dan moet ik het wel echt helemaal volledig hebben. Hier wil ik echt geen origineel missen. Nou, hier kun je op 1 miljoen als je daar gaat zitten steekproeven, dan ben je wel echt bezig. Dus we zijn toen ook in samenwerking met de leverancier uitgekomen op een methodiek waarin we gewoon dat hele doosje steeds sterker scannen. We scannen het eerst in een lage kwaliteit, puur om te tellen, en daarna over kwaliteit masterfiles.
waren de aantallen gelijk, ging het volgende doosje. Nou, dit is een simpel voorbeeld van denk ik creatief omgaan met je materiaal, doelstelling. En ben daarin niet bang om samen te werken met die leverancier. Ben dan creatief, stel even goed je goede eisen. En denk dat het een heel eind komt en dat het dus ook maar leuk wordt en niet een zwaar is waar dit verhaal is. Nou, volgens mij ben ik nu aan het einde gekomen van mijn bijdrage. Moeten we nou... En dan willen we toch afsluiten met een wat feestelijke nota. Persoonlijke keuze van ons alle drie. Want er wordt ook over gezongen. Kwaliteitscontrole. Ik heb geen internet meer. Oh jee. Rien, ik heb geen internet meer. Krijgen we ook geen copyright issues, hè? Nee, dat is goed. Dat krijg je wel aan. Geen bal boven. Nee. Ik heb geen bal. Nou. Dit kun je zo opzetten.